Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Andries Noppert, Louis van Gaal. Pak Messi die bokaal op dit verguisd WK. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar. Hartelijk welkom ook luisteraars van Hertekamp, Coco Radio, Omroep Abe, Radio Milko en Radio Meerdijk. En mijn goede vriend, William Pomp. Ja, ik moet zelf even heel kort met iets beginnen. Gisteren belden we Juat Bouvara, de oud-assistent coach bij Go Ahead Eagles. Nu Twente 121. En die vond het lastig kiezen tussen Nederland en Marokko. Hè? Als dat de finale zou worden. Ja. Hij zei, het is toch kiezen tussen je vader en je moeder. Wat zou jij dan doen? Toen zei ik, mijn moeder, want die luistert de podcast. Maar ik kreeg een ziedend berichtje van mijn vader gisteravond. Die luistert kennelijk ook. Dus ik heb de keuze. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja. Ik wist mijn keuze weer. Ja. Ik kan ook niet kiezen. Nee. Zo, nee. Heb ik dat maar even gezegd. Voetballoze dag gisteren. Misschien zou je kunnen kiezen vanwege het heel houden van de straat in de grote steden. Dat je daarom kiest voor de uitschakeling van Marokko. Nee, daar gaat het niet om. Oh, daar gaat het niet om. Dit ging letterlijk over vader wakker, en moeder. Precies. Ja, oké. Okay. Voetballoze dag. Alhoewel je hart moet vasthouden voor wat er gebeurt als Marokko daadwerkelijk... Wat dat betreft kunnen ze maar beter wereldkampioen worden misschien. Want misschien wordt het allemaal nog veel erger als... Ik erger me er kapot aan, maar goed. Waar erger jij kapot aan? Aan de rotzooi die wordt getrapt na een wedstrijd van Marokko. Dit is, elke hooligan is verschrikkelijk inderdaad. Ja, dit is ook weer irritant dat dit soort dingen gebeuren. Ja, dan zie je al die lui daar door over dat plein in Den Haag lopen. Daar snap ik echt niks van. Dat is toch geen manier om een overwinning te vieren? Kom op. Onbegrijpelijk. Al wel. Ja. Nederland heeft best wel eens wat potjes gewonnen in het verleden en zo. Hè? En ook op dit toernooi. Maar dat vieren we toch met vrienden. Gezamenlijk. Zeker. Maar goed, er zijn genoeg clubs weer natuurlijk waar ook overwinningen of nederlagen op die manier worden verwerkt. Ja, maar dat is clubvoetbal. Dat vind ik nog weer wat anders dan landenvoetbal. Nee, maar dat is gewoon een ander. Bij Engeland heb je bijvoorbeeld ook gewoon is de landencultuur heel anders, zeg maar. Weet je, daar wordt ook rotzooi getrapt door de Britse supporters, weet je wel. Nee, ja, maar nee. En die hebben dat weer iets minder bij clubs, volgens mij. En in Nederland is het weer juist bij clubs veel meer en bij landen veel minder. Maar clubvoetbal is in mijn ogen makkelijker verklaarbaar. Omdat je daar sprake is van onderlinge rivaliteit. Dat heb je in een land niet. Wat is de rivaal van Marokko in Nederland? Niemand. Nee, check. Alleen heb je... daarbij heb je weer dat... bij het clubvoetbal is die onderlinge rivaliteit. Bij het landenvoetbal is de passie voor het land dan weer veel groter, bijvoorbeeld. Ja, maar passie is toch niet, niet door te slaan in geweld? Ik begrijp geen enkele voetbalsupporter die geweld gebruikt. Of het nou voor een land is of voor een club is, zeg maar. Daar is allemaal op één lijn. Ja, precies. Ja. Maar goed, gisteren... Dat gezegd hebben we. Gisteren voetballoze dag. Ja, heel apart. Vind je het al even lekker? Of, het besef drong pas heel laat door. Ik was zat automatisch om 4 uur deed jij gewoon de tv aan. En, Nee. ik had een soort gejaagd gevoel in me. Van ik moet wel om 4 uur thuis zijn. Dat was het meer. Ik liep met een vriend in Tuinland. Daar is op dit moment de grote kerstshow. Ja, hartstikke druk. Hartstikke druk. Je maakt niks aan, toch? Nou, ik hou van kerst, hoor. Dit is niet zo'n goede, gezellige Duitse kerstmarkt, neem ik aan. Nou, er staat wel een oliebollenkraam buiten. Ah, okay. Maar hartstikke druk. En gewoon voor kerstspulletjes, weet je wel. Lichtjes. Het is toch de tijd dat je wat verlichting in je leven en in je huis moet brengen. Zeker. Dus ik liep daar en ik zei tegen die vriend van mij. Ik zeg van, we moeten wel opschieten nu, want om 4 uur begint voetbal. En toen zei hij tegen mij, nee, maar er is vandaag geen voetbal. Ja. En morgen ook niet.
Ik zei van verrek. En toen drong het pas tot me door dat Nederland weer de eerste. Nou ja, goed, op de eerstvolgende speeldag is. Ja. En dat is vrijdag. Ja, ja, bizar. Jazeker. Ja. Maar hoe dat dan bevallen is, ja, nou ja, je komt heel snel weer in het ritme van de normale tv-uitzendingen, zeg maar. Hè? Ja. Ja, lang leven de liefde weer gekeken. Oh ja? Ja, ja, vind je dat mooi? Ja zeker. Ja, prachtig. Ja. Hoe ging het in dit programma? Wat leg ik kort uit? Kijk jij nooit? Nee. SBS6, twee mensen worden samengebracht in een grote villa en die brengen daar minstens 24 uur met elkaar door. Okay. Soms die heb ik wel eens heb wel eens een stukje voor gezien. Is van die ene man, die wat oudere man. Die bezopen wordt. Nou ja, ook. Maar die dan een avondje voetbal wil kijken met zijn date. Ja. Maar zijn date heeft helemaal niks met voetbal. En, ja. Maar hij eist wel van alles van haar. Gaat hij in de pauze voor haar staan. Oh nee, vlak voor de pauze begint. Zegt hij van, wil jij zo meteen misschien even een paar blokjes kaas voor ons snijden? En de vrouw, hele geëmancipeerde vrouw, die zegt van, ja, maar dat kun je zelf toch ook? Ja. Waarop hij heel narrig wordt. Want blijkbaar zijn vorige vrouw of zo, die deed dat denk ik altijd wel. Ja, en, ja maar het is altijd toch pauze. Dan kun je dat, ja, maar dan komen al die jongens in, die gaan erover praten en dat wil ik ook zien. En, weet je, zo gaat het dan. Ja, en dan goed. Kijk je dan de hele tijd en zo naar. Zijn we dan toch weer terug bij het voetbal. Ja, precies. Ja. Ja. Mooi gedaan. Ja. Ja, heel mooi gedaan. Ja, ja. Wat verwacht jij van vrijdag? Hè? Heb je nog een idee erbij? Hoe we het aan moeten pakken, William? Heel Nederland is heel positief, hè? Dat, één keer is om. Maar dat is toch ook wel heel erg typisch Nederland, of niet? Ik las nu in een statistiekje, 68% van de Nederlandse bevolking heeft er ineens alle vertrouwen in. Speelt tegen Argentinië. Ja. De zwaarste tegenstander tot nu toe. Maar laten we het even omdraaien. Gisteren vroeg iemand mij dat. Ja, maar dat stond. Maar ga even in op wat ik. Sorry. Ja, nee, maar. 68, nee, het is waanzin. Terwijl iedereen hartstikke negatief was tijdens de poolfase en zo. Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Toch even. Gisteren werd het mij gevraagd aan de bar. Als Nederland nu verliest van Argentinië. Weet je wel, wedstrijdje van. Zo, maar ze gaan onderuit. Ja. Hoe kijk je dan terug op dit WK? Dan is het een WK om snel te vergeten, toch? Van Nederland. Nou, maar dan heb je toch de laatste 8 gehaald. Een klein landje met 17 miljoen inwoners, bijna 18 miljoen, die bij de beste 8 landen van de wereld zit. Dat is toch niet iets om je voor te schamen of zo? Nee, maar je hebt dus niet een WK dat je gaat onthouden. Want je hebt tegen 4 clubs landen gespeeld, sorry, waarvan je denkt van, nou, ach, hè, dat... Ja, maar zo zijn dat toch... Dat was DZOH A1, hadden we daar ook nog, mee verslagen, die landen. Ja. Jouw tijd. Ja, zo kijk ik er niet tegenaan. Het zal wel een WK zijn dat ik wel op bepaalde facetten, helaas niet alleen maar voetbalfacetten, dat is wel een beetje zo. Maar dan overheerst wel het andere wat meer, zeg maar. Als je er nu uitvliegt, dat denk ik wel. Dan overheerst wel het randgebeuren, meer dan het voetbal zelf. Dat ben ik wel met je eens. Maar dan nog vind ik, wel dat Louis van Gaal met toch uiteindelijk, ik bedoel, de teleurstelling zal hartstikke groot zijn, zeker. Nu bijna iedereen er rekening mee houdt dat wij van Argentinië gaan winnen. Ja. Maar dan vind ik uiteindelijk toch dat Louis van Gaal met een opgeheven hoofd afscheid kan nemen. Dan heeft hij toch, denk ik, in korte tijd er toch wel weer wat van gemaakt. Ja. Zeg maar. Hè? Dus, zeker. Hey, ik hoor een telefoon. Oh, dat is nog niet degene die we moeten gaan bellen, hoor. Oh, oké. Okay. Dat houden we nog even spannend? Nee, het is zo'n vervelend nummer waarvan ik wil weten dat het weer Ziggo zakelijk is of zo. Weet je? Ja. Ik heb dan niet per se een gevoel van het was allemaal helemaal niks of zo. Geen WK om snel te vergeten. Nee, okay. Maar overigens, ik sluit me bij die 68% van de 62%. Ja, je verzon 68%. Nee. Nee, ik heb dat echt ergens gelezen. Alleen die 6%'tjes die daar wil ik vanaf zijn. Maar daar sluit ik me wel bij aan. Want ik verwacht eigenlijk wel dat Van Gaal een meesterlijk plan heeft bedacht om Messi uit te schakelen. Ja. En dat hij ook waakzaam is voor de adjudanten van Messi, die hem normaal gesproken altijd bedienen. Dat daar ook, ik verwacht eigenlijk dat Messi aan de ketting komt te liggen bij Timber. Okay. Toch, in de vorige podcast had ik daar nog iets andere mening over. Maar ik denk toch, ik gehoord hebben al
alle analisten die hierop los zijn gegaan, heb ik mijn eigen conclusie getrokken. Timber heeft in het verleden wel vaker bewezen dat hij echt een persoon kan uitschakelen. Ja. Zeg maar. Een soort raket die je op één doel kunt zetten. En daar hoor je nooit meer wat van. En ik verwacht eigenlijk dat Van Gaal van die kwaliteit van Timber gebruik gaat maken. En dat Messi volledig aan de ketting komt te liggen bij Timber. Wat denk jij? Ja, ik heb geen idee. Waar ik weer hoop uit put... Jij kijkt alleen maar naar het aanvalsspel. Nou, waar ik hoop uit put... Wel een beetje. Waar ik hoop uit put is dan een interview met Frenkie de Jonger. En Frenkie vier keer zegt of zo van... We moeten dominant zijn. Ik dat zou ik lekker vinden. Als je gewoon dominant bent. Niet af gaat wachten. Dus dat is wel een beetje waar ik dan weer hoop uit put. Dat dit echt die ommezwaai is ook van... Want voor mij geldt als ze nu uitgeschakeld worden... Wordt het een WK van... Ik denk, ja, wat hebben we nou eigenlijk nou echt gezien? Behalve een hele mooie goal tegen de VS... Denk dat ze kunnen mij ook nog helemaal omkrijgen. Hè? Als dit in één keer een weergeloze wedstrijd wordt en je wint hem met 3-2 met sprankelend voetbal, dan is voor mij het toernooi in één keer weer helemaal gemaakt. Hè? Zo optimistisch ben ik ook alweer. Ik hoop ook dat als wij straks wereldkampioen zijn, dat er dan geen euforie op jouw gezicht af te lezen is. Want dat weet ik al. Ik zeg nog, van als het nu heel mooi wordt, dan is het Nee, maar wij gaan gewoon verder met resultaatvoetbal. Je hoeft echt niet de illusie te hebben dat het nu heel mooi wordt. Ja, dan zie je ergens op een woonboot een hele chagrijnige man staan. Ja, nee, precies, dat bedoel ik. En daar hou ik je ook aan, jongen. Echt waar. Dat je niet voorop gaat in de feestvreugde. Nee, zeker niet. Kom goed. Okay. Kom goed. Tijd om iemand te bellen, maar. Want ik ben benieuwd hoe die er ook in staat. Voordat wij ruzie krijgen, wat zei? Ik ben ook benieuwd hoe hij erin staat. Degene die we gaan bellen. Of hij zeg maar ook dezelfde hoop heeft als jij. Dat we in één keer een geweldig mooie wedstrijd gaan zien. Of tenminste, sprankelend voetbal. Of dat hij zegt van, nou, gewoon doorgaan met het resultaatvoetbal, jongens. En die paar momenten. Want daar hoor ik jou dan heel weinig over. Hè? Over bijvoorbeeld die goals die dat wij dan... Dat zei ik net, over de goal van VS. Ja. Ik heb daar gisteren nog over gezegd in de podcast, William. Dat ik dat weergeloos vond. Dat het namelijk, dat had ik helemaal niet gezien. En ik had het ook nog nergens gehoord. Maar dus alle elfde spelers hebben de bal ook aangeraakt bij die goal. Ja. Nou, dat vind ik geweldig. Die heb ik nog heel vaak teruggekeken. Ook op elke keer als ik voorbij zie komen. Ga ik toch weer even dat minuutje en 28 seconden ga ik kijken naar die aanval. Vind ik geweldig. Maar vind probeer dat dan te laten overheersen in je hoofd. Zie je niet dat ik ook wat al überhaupt al iets positiever ben geworden. Ja, ik zie het nu wel. Ja. Nou, gaan we bellen. Okay. We gaan bellen met de man die in 2008 tegenover Messi stond. Een kwartiertje mocht hij invallen. Diep in de verlenging. Gerald Cibon. Even bellen met een echte voetbalkenner. Ja, hey Gerald. Hoi. Met Thijs de Jong en met William Pomp. Hey Gerald. Hoi. Gerald, in 2008 speelde jij tegen Messi. Wat kun jij nog herinneren van die wedstrijd? Het is wel een belangrijke wedstrijd voor ons. Dat is de kwartfinale van de Olympische Spelen. We waren nog niet zo heel goed gespeeld. Dus het was niet alleen Messi die daar speelde. Er zaten nog een paar andere grote jongens bij. Zeker. We hadden wel zoiets van, we gingen niet echt als favoriet die kwartfinale. Maar dit was steeds beter bij ons. Dus we hadden wel zoiets van, wellicht hebben we een kans. Als je Messi zo, die liep er toen al een beetje bij zoals hij er nu ook bij loopt. Veel wandelen en af en toe, dan was hij echt dodelijk. Nou, dat is tegen ons ook een keer gebeurd. Ja. Jij stond niet in de basis, ja. Jij stond niet in de basis toen die wedstrijd. Baalde je ervan? Nee, natuurlijk baal je ervan. Kijk, het was wel een zwaar toernooi. Ook lichamelijk gezien, maar ik had wel zoiets van... Ik had wel wat eerder ingekund. Dat vond ik toen. Dat is nog wel anders over. We hebben het lang volgehouden. We hebben ook nog wel de kans gehad om hem eruit te slepen. Zeker. Maar dat mocht helaas niet... mocht helaas niet zo zijn. Nee. Ik weet niet wie jij de grootste voetballer aller tijden vindt. Is dat Messi? Van mijn generatie zeker. Je hebt natuurlijk Cruijff, Maradona. Daar zit Messi ook wel in. Ja. Wist jij toen al dat je met zo'n grootheid op het veld zou staan? Ja, hij was toen al heel groot. En moet je nagaan, dat is 14 jaar geleden. Dus hij heeft al wel een heel lange periode, zeg maar, echt al
die klasse aangetikt. Dus hij was toen al de grote ster van het toernooi. Ja, precies. Maar je wist toen ook al wel dat het... want iedereen wist inderdaad wel dat het een hele grote voetballer zou zijn. Maar wist je toen ook al dat dit bij de... Dat deze in het rijtje Cruijff Maradona zou worden genoemd? Ja. Dat zag je. Dat was niet te moeilijk om dat te zien. Heb jij zijn shirtje eigenlijk of niet? Nee. Ik weet niet eens wie zijn shirt had. Ik heb helemaal geen shirt. Dat is misschien wel jammer daarna. Maar ik baalde er zo van dat we verloren hadden. Ja. Dat ik was al helemaal klaar mee. Nee, ik had ook zoiets van... ik had wel meer moeten spelen. Ik was niet de speler in vorm, maar ik was wel... ik had wel een aantal goals gemaakt. Ik had wel zoiets van... als ze nog een goal nodig hebben... Dan had hij mij eerder moeten brengen. Ja. En je had volgens mij dat seizoen ook bewezen toch dat je hebt je halve team laten scoren bij Heerenveen volgens mij dat seizoen toch? Al die doelpunten van Bradley en Soleimani en zo, die kwamen eigenlijk allemaal door jou toch? Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar goed, we hadden wel in dat jaar geloof ik vijf spelers die meer dan 10 goals maken. Liggen. Ja, klopt. Dat is wel redelijk uniek, dat zie je niet zo vaak. Wij scoorden toen heel veel goals bij Heerenveen en ik was onderdeel van het team. Wel een belangrijk onderdeel. Ik denk dat je uitverkiezing natuurlijk heeft opgeleverd. Laten we naar de wedstrijd van morgen gaan. Want hoe moeten we Messi beteugelen? Of gaat het niet om hem? Ik denk dat als je hem hebt, dan ben je al heel eind. Ik ben niet zo onder de indruk van de rest van het team. Ze werken hard en ze zijn sterk in de duels. Dus het wordt echt wel een strijd. Hoe moet je hem in? Ik denk dat het zo zal zijn zoals de afgelopen wedstrijd ook gespeeld is. Dat we gewoon min of meer op gaan vangen en proberen te schermen voor de dag te komen. Het wordt niet, dat weet ik ook niet zeker. Het wordt niet mooi. Dat weet ik niet. Dat hangt ook een beetje van scoren verlopen af. Ja, maar dat is altijd een beetje koffie. Kijk, als je achterkomt, dan moet je wel. Mm-hmm. En dan wordt het wel interessant en een leuke wedstrijd. Het is niet leuk als je achterkomt. En als je voorkomt, dan zal er denk ik niet zo heel veel veranderen. Nee, dus eigenlijk zeg je hiermee eigenlijk ook van ik hoop dat we achterkomen? Of, Nou, nee, ik ben wel voor Nederland. Dus ik hoop niet dat we achterkomen. Maar ik denk voor het Nederlands is het wel leuk. Maar het kan best zijn dat Van Gaal zegt van we gaan vol op de aanval. Gewoon iets wat ze niet verwachten. En waardoor je een hele op en neer gaande wedstrijd krijgt. Ja. Maar ja, goed. Het is allemaal een beetje koffiedik kijken. We weten er niet zo heel veel van. En wie wordt de wereldkampioen, wie wordt dit, wie wordt dat. Je kan alleen zeggen wat je hoopt en wat je denkt. Dat zijn onzinnige vragen, begrijp ik al. Dan zal ik ze niet stellen. Tot slot. Je mag ze wel stellen, hoor. Maar je hebt er niet zoveel belasting. Nee, snap ik. Tot slot, waar ga je kijken? Ik geloof of thuis of bij vrienden. Ik denk bij vrienden. Oké. Okay. Maar... En wat voor kijker ben jij dan met een bos wortel op je kop? Nee, ik ga gewoon lekker zitten en kijken. We hebben afgelopen... Spanje heb ik bij Riemen van Zelden gekeken. Even kijken wat met hem ging. Ik heb voetbal gekeken. We hebben het geluid uitgezet. Dan kunnen we onderling ook even wat kletsen over het voetbal en over hoe het met elkaar gaat. Oh, mooi. En dat is me prima bevallen. Dus het kan best zijn dat ik er gewoon het geluid uitzet en dat we gewoon gezellig een leuke avond hebben en voetbal kijken. Mooi, 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 mooi. Ja, het gaat alweer beter met Riemen, begreep ik. Hè? Vorige week hebben we hem even gebeld. Dus dat, maar mooi. Maar schitterend dat je daar gewoon lekker samen op de bank dan... ik zie het al helemaal voor me.
Ja, je riemen daar tijdens een wedstrijd. En is het allemaal een cynisch commentaar de hele tijd? Of, Nee hoor, helemaal niet. Nou ja, goed, kijk, er zijn altijd wel verbeterpunten. En die weten iemand ook al aan de kaak te stellen. Maar goed, over strafschoppen heeft hij wel een mening. En Spanje was ook strafschoppen tegen Marokko. Dus, maar dat was natuurlijk een hele saaie wedstrijd. Dus dat is ook wel makkelijk om geluid uit te zetten. Precies. Allright, dankjewel Simon voor je tijd. We zien elkaar de volgende keer. Joe, dank je. Oké, goed. Hoi. Jij stelt dan nooit de vraag van waar hij naartoe op weg is. En daar zit ik dan. Ja, ik wil niet interesseren. Je zit de hele tijd, zet je een auto te pantomimen inderdaad. En ik wijs. Ik heb geen idee. Nee, check. Ja, nee, ik zullen we nu nooit weten. Nee, voor mij is dit hele gesprek langs me heen gegaan omdat ik alleen maar naar jou zat te kijken hoe jij hier een auto zat te pantomimen. En ik geen idee had wat je nou precies bedoelde, William. Maar dat was dus de vraag. Ik wil je erop wijzen dat je zelf een microfoon hebt. Je had ook deze vraag gewoon kunnen stellen. Maar ik denk van, als je in de auto zit, is de geluidskwaliteit al niet, A+. Ja. Dus dat, ik denk van, laat ik me maar wijzelijk stilhouden. Ja. Was heel moeilijk voor mij. Zeven minuten lang je mond houden. Maar daardoor kon ik wel nadenken over twee dingen die we nog even aan elkaar moeten stellen. Okay, heel goed. Het verhaal van Sibon deed mij eigenlijk een beetje denken aan, weliswaar in het klein, maar aan een verhaal dat mijn collega Jan-Willem Horsman heeft geschreven. Staat vandaag, donderdag, staat het in het Dagblad van Noorden, onder andere. Mm-hmm. Dat gaat over drie jongens uit Emmen. En twee jongens uit Emmen en één uit Groningen. Die hebben met Messi getraind. Tijdens het WK 2005 of zo? Ja, dat was inderdaad een toernooi waarbij Emmen speelstad was. Ja. En Argentinië werd aangewezen om naar Emmen te gaan. Ik heb in de tussentijd even gelegenheid genomen om even de namen van die jongens even op te zoeken. Mm-hmm. Het gaat om Nick Schenkel, Robin Broekema en Tom Boelen. Ja. En Argentinië die mocht toen trainen op de velden van een zeer roemruchte club uit Emmen, mag ik wel zeggen. Namelijk DZOH. Gaan we weer, ja. Voor de luisteraars die niet weten, William speelde in een ver verleden als linksback bij de A1 van DZOH. Ja. Ja, en Messi was toen al gecontracteerd door Barcelona. Frank Rijkaard was toen trainer van Barcelona. Haalde hem toen ook al regelmatig bij de eerste selectie. Nou, je begrijpt. Die jongens die zaten zelf in de jeugdopleiding van FC Emmen. Is uiteindelijk dus niks geworden, want die namen zeggen ons niks meer. Nee. maar die kregen tijdens die training van Argentinië wel echt alle hoeken van het sportpark van deze water zien. En toen bleek dus al dat Messi een hele grote zou worden. Was er ook wel toen natuurlijk. Hè, iedereen wist al maar wel toch dat wel leuk. Groot zou te komen. Ja. Ja, precies. Maar toch wel leuk dat Messi dus zijn kunnen in Emmen onder andere heeft getoond. Hè? Ja, nee, zeker. Dat is prachtig. Misschien kunnen wij, als er vrijdagavond een Nederlandse journalist kans ziet, Messi even voor de microfoon te krijgen. Om te vragen van, wat zijn de herinneringen nog zijn aan Emmen? De kans is nul. Ja, dat denk ik ook, ja. Er waren twee dingen die je wilde zeggen. De laatste gaat over de familie Noppert. Oké, leuk. Ik kreeg deze week de opdracht om te proberen Sarena Noppert, Muizer. Dat is haar muisjesnaam uit Veendam, aan het praten te krijgen. De vriendin van de vrouw van Andries. Ja, helemaal in aarde bewogen. Contact gehad met haar werkgever. Waarbij overigens gelijk doorverwezen wordt naar de communicatieafdeling. Ja. Die blijkt zij al geïnstitueerd te hebben van, schrijf maar op wie de contact heeft. En dan komen we daar later nog eens een keer op terug. Want zij geeft dus nu zelf helemaal geen enkele interview. Ja. Via haar vader geprobeerd, Fokko. Ja. Of meneer Noppert, zeg maar. Ja. De vader van Andries. Zo makkelijk als we ook Andries zeggen, hè? Ja, maar dat roept hij over zich af. Ja. Hij is een soort nationale knuffelbeer aan het worden. Dat zag je gisteren ook bij die persconferentie. Ik weet niet of jij die persconferentie nog hebt gezien. Maar ik vind ook wel, wat ik ook wel weer heb, zeg maar, is dat alles wat hij dan doet, is groots. Dus hij
heeft nu na de persconferentie schoof hij de stoelen even aan. Ja. Weet je wel? Ja. Dat is dan meteen, dat is dan kennelijk een filmpje waard dat dan weer op Twitter wordt waar iedereen op reageert en iedereen liked en weet je wel. Ja. Omdat iemand een stoel aanschuift. Ja. Het is ook wel. Ja. Weet je wel? Oh, wat mooi hoe normaal iemand is. Ja. Nee. Het wordt nu ook wel in het overdreven getrokken. Ja. Oh, man. Maar goed. Virgil van Dijk schoof die stoel niet aan. Nee. Dus dat eigenlijk is Virgil van Dijk. Terwijl die een Friese vriendin weer heeft, zeg maar. Dus die moet het toch ook. Hè? Je zou zeggen van dat is toch ook een gemanierde jongen. Ja, zeker. Hè? Goed, ik wil. Ja, stoel. Ja, nou ja, nee. Maar als wij hier. Als wij hier de podcast hebben. Dan... Altijd. Serieus. Ik heb vorige keer jouw bekertje meegenomen, kan ik je vertellen. Oké. Okay. Dat stond hier nog. Zelfs even naar Marum geweest. Ja. Ik denk van, ga ik daar even boodschapje doen? Vraag ik hier en daar even tussen neus en lippen door. Oh, echt? Veld in? Ja, echt even het veld in. Ja. Nou, ja, niemand. Nee. Of ze willen het niet zeggen, of ze weten het echt niet. Maar de kleine steekproef leert mij dat de gemiddelde Marumer niet precies weet waar Noppert en zijn vriendin wonen. Vrouw. Zijn vrouw, ja, klopt. Ja, sorry. Uiteindelijk pa Noppert een WhatsAppje gestuurd. Ja, jawel. Oh. Uiteindelijk wel. Ja, maar nou. via. Oké, heeft mij niet. Ik heb hem ook geappt een paar keer, maar heeft mij niet op mij gereageerd. Nou, hij heeft het anders opgelost. Ik denk dat hij op mij wel gereageerd heeft, omdat ik een hele joviale WhatsApp heb gestuurd. Ik heb hem overigens eerst gewoon geprobeerd te bellen. Dat is kort en zakelijk. Ja, precies. Nee, dat is niet waar. Ik heb ook een hele... Zal ik voorlezen hoe ik dat dan aanpak, zeg ja, maar? Ja. Oké. Okay. Wacht even, zoek hem even op voor Noppert. Ja. Hallo meneer Noppert, allereerst hartelijk geluk gewenst met uw zoon. Oh, lik, lik. Het is een fantastisch verhaal. Oh, lik. U zult bedolven worden onder de telefoontjes van journalisten. Lik, lik. Nee, niks. Hier is er helaas nog één. Oh ja. Zelfkritisch. Oh. Als sportverslaggever van Dafel van Noorden zou ik dolgraag de Groningse kant op willen pakken en met uw schoondochter Sarena in contact willen komen. Wellicht kunt u mij vertellen hoe ik dat kan doen. Verder hoop ik dat u en uw vrouw tussen alle gekte door vooral kunnen genieten van Andries. Ik hoop dat hij nog 2 weken in Qatar mag blijven. Dank voor uw aandacht en hartelijk groet, William Pomp, sportverslaggever Dagblad van het Noorden. Nou, ik heb nog nooit, wat is het, inmiddels 17 jaar die we elkaar kennen, zeg maar. Ja? Heb ik nog nooit zo'n vriendelijk appje van jou gekregen. Het is allemaal kort af. En oh verdomme, moet ik om 9:15 al hier weer zijn, weet je wel. Ja. De helft van jouw berichtje bestaat uit, ook ben ietsje later. Maar dit... Ongelooflijk. Het spannende van dit verhaal is natuurlijk, hoe loopt dit af? Ja zeker. Sorry, ga door. Heb ik haar te spreken gekregen? Ja. Het duurde, ik moest er 24 uur ongeveer op wachten. Ja. Maar toen kreeg ik toch een bericht. Ja. Wat bleek? Dat ging met iets meer woorden, met iets meer omhaal. Meneer Noppert had bij een bericht doorgespeeld aan de zaakwaarnemer van Andries. Ja, ja. En de zaakwaarnemer die heeft mij uiteindelijk keurig geantwoord. Dus ik alleen maar complimenten hoor. Ik ben er heel positief over. Ondanks dat verklap ik dan wel alvast, de missie mislukt is. Ja. Maar ik heb in ieder geval zal ik ook maar voorlezen dan wat de zaakbenemer. Heel graag, zeker. Guus Klein heet de zaakbenemer. Wat hij mij appte. Hallo William, ik heb je nummer van Fokko Noppert ontvangen. Fokko was zeer blij met jouw WhatsAppje en vond de toon uitermate vriendelijk. Nee, daar sta ik niet. Nee. Je merkte dat met twijfel. Het kwam er te haperend uit. Jammer. Ja, zonde. Ja, helaas. Nu echt. Ja. Ik heb je nummer van Fokko Noppert ontvangen. Mede namens hem en Sarena reageer ik even. De familie heeft mij gevraagd om alle verzoeken te kanaliseren en te beantwoorden. Ik stuur je door wat ik vandaag en gisteren ook naar anderen heb verzonden. Want zij blijkt dus helemaal bedolven te worden onder de aanvragen. Mm-hmm. Dus familie, ja. Zoals je waarschijnlijk al wel hebt gemerkt, is Sarena nog op geen enkel mediaverzoek ingegaan. Ze wenst dat ook zo te houden en support Andries en Nederland ten volste. Als Andries terug is, gaan we met elkaar zitten en alle verzoeken bespreken en daar dan keuzes in maken wat ze zelf willen. Mm-hmm. In overleg zoeken we dan een medium waar ze mogelijk dan zelf ook aanschuift. Voor nu moet ik je dus helaas teleurstellen. Ik hoop dat je dat wilt respecteren. Met vriendelijke groet, Guus Klein. Nou, keurig bericht. Keurig bericht. Ik snap ook wel dat je er geen zin in hebt. Nee, ja. Ik zou daar zelf ook helemaal geen zin in hebben. Nee, natuurlijk niet. Moet je ook nog in acht nemen. Dat zijn natuurlijk deze media-aandacht, dit mediasector, helemaal niet gewend zijn. Nee, want ik zat tijdens jou het voorlezen van het bericht van die Guus Klein, dacht ik ook, ja, die Guus Klein die heeft ook gedacht van, ja, weet je wel, ik moet misschien één keer tegen de Leeuwarden Courant zeggen, weet je wel, die heeft dat een
paar maanden geleden dacht hij, nou, misschien moet ik een keer tegen de Leeuwen Krant zeggen dat hij wel tijd heeft voor een interview of wat dan ook. Ja. En nu in één keer. Ja. Nou ja, weet je, ja, maar ik denk echt, hoe heet het? VI zal hebben. Iedereen. Ja, nee, allemaal, ja. Alle talks op één. Zeker. Noem ze allemaal maar op. Het waardeloze alle talkshows. En ik denk zelfs dat er wel voor betaald gaat worden. Tip. Zo werkt het dan ook nog. Tip voor de Noppers. Ja, nou ja, tip voor de Noppets. Ja, tip voor de Noppets. Ja. Vraag goed veel geld. Ja, want iedereen heeft belang bij dit verhaal. Ja. De Telegraaf zit er ook achteraan. Maar ook alle bekende weekbladen, weet je wel. Iedereen wil zijn... Dit is het verhaal van het WK. In ieder geval namens Nederland. Ja. En misschien wel straks afhankelijk van hoe ver ze komen voor het hele WK. Zou het zijn. Ja, ongelooflijk. William, dankjewel dat je dit wilde delen. Tijd zit er alweer op. Zoektocht naar de familie Noppets. Ik denk dat het toch een leuk inkijkje is in hoe dat allemaal werkt. Ja. Leuk inkijkje in hoe je een hele dag eigenlijk tot niets kan komen. Ja, maar het zegt... Ja, nee, ja, dat klopt. Dat is waar. Maar een baan. Maar ook wel een inkijkje van hoe vergaat het de familie Noppert op dit moment. Nee, absoluut. Ja, dus, heel leuk. Ja. Leuk. Okay. Dankjewel. Ja. Dit is het einde. We zijn nu klaar. Met deze podcast over het WK. Radio Qatar. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar.